De nieuwe wet burgerlijke uitzonderingstoestand, welke de afgelopen week in de Nationale Assemblee is goedgekeurd, is vanaf vandaag van kracht. Hiermee zijn ook de nieuwe COVID-19-maatregelen verlengd, die nu voor 3 weken gelden, in dit geval tot en met 31 augustus. Deze maatregelen tonen geen verschil met dat van de afgelopen 2 weken, met uitzondering van de versoepeling van vluchten tussen Suriname en Brazilië. De versoepeling houdt in dat nu ook personen uit Brazilië mogen afreizen naar Suriname met inachtneming van de in ons land geldende regels. De COVID-dashboard meldt bij de bijwerking gisteravond dat er 85 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. Jammer genoeg zijn 3 personen komen te overlijden. Momenteel zijn er ruim 261.000 personen gevaccineerd, waarvan meer dan 71.000 volledig zijn gevaccineerd. De statistieken zijn van personen die zijn geprikt met AstraZeneca en Sinopharm.